Nederland. Heel hartelijk welkom allemaal. Het was best wel spannend van hoeveel mensen komen nou kijken, hoeveel komen er hier in de kerk naar ons luisteren. En voor ons was het ook heel spannend om hier te staan ertussen. Je voelt toch een sensatie. Maar het was maar wat leuk dat Marcel het initiatief nam om Gedalia weer bij elkaar te roepen. En dankzij de social media, want dat is tegenwoordig wel, dat is heel erg handig. Facebook, mensen die, ik zat helemaal nog niet op Facebook, ben er speciaal opgegaan voor Gedalia. En zo kom je dan elkaar weer tegen, ondanks dat je hier niet meer woont. En ondanks dat we allemaal wat ouder, grijzer, dikker en sommige wat kaler geworden zijn. Maar het voelt meteen weer gewoon zoals toen. Dat is 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. En het is gewoon leuk om te vinden. Nogmaals, heel fijn dat u er bent. En dan gaan we wel even terugkijken hoe het nou begon. 8 februari 1983. Dat is heel lang geleden. 17 meiden uit Oost-Rolle op initiatief van Henny van der Weg. Helaas niet meer onder ons. Maar zo is het begonnen. Wie had kunnen denken dat we ooit toch zo'n beetje op volle stand hebben 120, 130 leden gehad. Nou, zo staan we hier vanavond ook weer. Dik 120 man en vrouw samen te zien. Zwitserland geweest, Hongarije geweest, Budapest, Polen, zo over de hele wereld gereisd. En dat is altijd recht. Dus ja, het voelt gewoon leuk. Maar het belangrijkste is dat we Gedalia zijn. Dat is groot is de Heer. Dus we hebben altijd in al onze liederen willen zingen van de macht en de liefde van God onze Vader. En daarom willen we ook vragen of onze Vader vanavond in ons midden wil zijn en deze avond wil zegenen. Dirk wil samen met ons bidden. Heer God, Vader, zo op deze zaterdagavond, 15 februari, zijn wij in uw huis. 15 februari, een dag na Valentijnsdag. En we hebben het eerste lied over uw liefde al bezongen. We willen u prijzen, we willen vanavond u groot maken. Omdat u vol liefde bent. U houdt van mensen, u houdt van ons, u houdt van mij. Of we nu oud, jong, dik of dun, grijs, kaal, hoog, blond. U houdt van ons. U kijkt naar wie we zijn. En u kijkt in uw Zoon Jezus Christus niet meer naar wat we doen. En daarom willen we uw naam groot maken deze avond. En Heer, wat is het dan geweldig om zo vol balkon voor me te zien, zo'n volle zaal. En achter mij een vol podium. Het is vol. We zijn vol belangstelling hier naartoe gekomen, vol enthousiasme, vol energie om vanavond u groot te maken. En om ook het project van Dorcas te helpen. Heer, terwijl het zo vol is, is het ook goed om te zeggen dat er lege plekken zijn. Er zijn mensen die we missen. We hadden mensen gegund om hierbij te zijn, maar ze zijn er niet. Of ze zijn er niet meer. En dan willen we ook kijken naar uw liefde. Dank u wel, Heer, dat u ons troost, dat u ons kracht geeft, dat u het antwoord bent op al onze vragen. Ook wereldwijd zijn er zoveel vragen en daarom zijn we vanavond ook hier. Onze armen, onze zorgzame medemens, de medemens die zorg nodig heeft, om voor hen te zijn. En we hopen dat ook deze avond in die manier gezegend zal worden. En we daarom willen vragen om uw hulp. Heer, er is nog plek voor u. Er is nog plek voor uw Heilige Geest. Kom alstublieft in ons midden. En zegen zo deze avond. En wilt u alstublieft gaan genieten, net zoals wij allemaal gaan doen, van onze aanbiddingsliederen voor u. Zegen u zo deze avond. Zegen u Dorcas, zegen u Gedalia, zegen u alle mensen die een rol hebben. En mag het zo tot een zegen zijn. Voor deze wereld en voor onszelf. In Jezus' naam. Amen. De avond zullen we zonder nadere aankondiging vervolgen. Hoewel we onze liederen op onze ouderwetse
Dalia meneer aankondigen. Van even een kort intro op de Marieke. Tussendoor zal Samenzang zijn, die kunt u volgen op de Beamer. Dat is van de aankondiging en ook Berna. Want de band zal tussendoor ook nog muzikaal wat laten horen. Maar rond de uur half negen is er een pauze. Dus ongeveer een half uur. En in die pauze kunt u koffie en cake kopen en dat alles ten behoeve van Dorcas. En net voor die pauze zal Marcel van Til ook iets vertellen over Dorcas. Want deze avond is zoals u weet een benefietconcert ten behoeve van Dorcas. We gaan beginnen met een Gedalia klassieke. Een van de eerste CD's van de CD's en geschreven door Gerrit Koen en Tel. Oh, eerst de samenzang. Oh, eerst de samenzang. Ja. En daarna kom ik nog weer terug.